En ze gaat verschrikkelijk zo, vind je, is dus het moment dat ik voor vast in een stoel moet zitten. Ik droom niet al veel. En ik heb nog nooit gedroomd dat ik in de rolstoel zat. Of dat ik met krukken liep. Nog altijd gewoon. Het is begonnen weer met een haarne, ja. Daar is er dan aan geopereerd. Geil als in een gat in 2001, dus ik bleef gewoon doorlopen. Een tijdje daarna kreeg ik weer zo'n pijn, weer naar het ziekenhuis gegaan. Ja, wel weer een haarne, ja. Maar op een gegeven moment kwam het rechtse been heel explosief te bieden. Ja, toen belde ik naar Zittert, maar dan koos ik niet in de scan. En toen belde ik naar Henk. Ja, dan koos ik smiddags al drie. En die hielden hem meteen daar. Toen bleek het dus dat ik geen hernia had, maar dat ik een lumbale AV-fistel had. En dat is zo zeldzaam dat de neuroloog tegen me zag: ah, wel, meneer Koumans, je hebt de hoofdprijs, het is alleen geen geld. En hij zag toen tegen me: ja, je zult nooit meer kunnen lopen. En dan zijn ze, het zonde zijn ze aan hem begonnen. Dan is er geloof ik het gewoon dus geopereerd. Maar er waren dan ook kansen aan me. Ja, ik heb de eerste 14 dagen in Genk gelegen. En daarna ben ik naar Loonaken gegaan, want dat is een onderdeel van Genk. En daar heb ik dan 3,5 maanden heb ik daar intern gelegen. De tijd dat het gebeurde, ja, toen woonden we allebei nog thuis, bij mijn mam dan. Ja, dus op dat moment zussen we elkaar echt dagelijks. Ja, en het is toch, ja, zeker in het begin wordt het heel moeilijk om er, ja, met om te gaan. Van, ja, wat is het nu precies en wie gaan we hier met om? In het begin was al vrij zwaar. Van het ziekenhuis en toen revalideren in Loonaken en aan de land en zo allemaal. Dat was ook echt zwaar voor mij ook. Het wordt ook wel in een klap, zeg maar. Dan moest je voor de lik staan, een katheter in, een luier om. En dan liggen daar twee benen. Ja, en dan wil ze zeggen van ik lik me tegen ze door. Niks. En in dat tijd, als ik toen aan de roet had kunnen komen, dan had ik gegarandeerd roet gesprongen. Want dat van de ene op de andere dag van alles kennen, nog niks meer kennen. Beste. Hoe de operatie komt, dat ze wakker wordt en dat ze daar niks met katheter in luier om, dat jongerste is niet meer van dicht, nou. Terwijl ze gezond en wel, hè, lopend, bewijzen van de operatiekamer is opgekomen, dan kan ik dat echt wel begrijpen. En hij heeft zich toch een beetje gekregen, maar wie nu is, nee, vind ik niet goed. Nee. Ik ken die niet meer komen, want dan komt de trap niet meer op. En als ik hem dan bijvoorbeeld doe in de auto zie stappen, ja, dan moet ik me omdraaien. Dat er niet zag wie ik buigde. Ja, ik vind dat het slecht dan met hem gaat. Als moeder of vader zitten,
een kind eigenlijk zo zuus, ja, dat is, dat kun je wel halen. Ik ga verwacht, ja, dat er toch gaat dat lopen komen. Maar dat is er jammer niet met bijen. Dat gaat nog slecht met krukken. En als er toes is, ja, dan loopt er die meter snierlup achter de later. Dat had ik niet gedacht. Ik hoor me rummer in de mening, oh ja, dat gaat wel beter, het gaat wel beter. Maar het gaat niet beter. In principe is het zo dat iedere dag, als ik 's morgens wakker ben, toch benieuwd ben wat gaat gebeuren die dag. Natuurlijk praat ze over dingen en ook een stuk zorg, want we waren ouder en normaal gesproken gaat Chris klachten, die dingen, gaat allemaal gedrukt op. Bij hen zal dat dan iets meer naar voren komen. Het wordt alleen maar slechter. Maar de mate wie het slechter wordt, probeer ik natuurlijk zo lang mogelijk uit te stellen. Want ik weet dus natuurlijk niet hoe lang ik dat kan volhouden om de strijd aan te blijven gaan. Want ja, ik werd er ook ieder jaar een jaar knouwer. En het vult me ieder jaar moeilijker om het vast te houden wat ik heb. En het gaat verschrikkelijk zo, vind je, is dus het moment dat ik voor vast in een stoel moet zitten. Ik droom jou veel en ik heb nog nooit gedroomd dat ik in de rolstoel zat of dat ik met krukken liep. Maar altijd gewoon. Of dat heeft te maken met dat ik dat in het onderbewustzijn weg heb geduwd. Maar dat is een angst waar ik eigenlijk, het klinkt misschien heel raar, maar ik verdruk die angst zelf ook een beetje. Een beetje vuil eigenlijk. Ja, wat het is, daar wil ze eigenlijk niet aan denken. Ja, en dat is ook wel best confronterend. Want ik denk dat heel veel u mij van deze kant niet kennen. Absoluut, het sporten is absoluut een uitvlucht voor mij. En ook het wat ik nodig heb, waar ik mijn energie in kwijt kan, waar ik mijn frustraties in kwijt kan, waar ik me beter door voel. Alle positieve dingen houden goed het sporten. Papa heeft een flinke doorzettingsvermogen. De dingen, ja, zo wie dat revideren, hij blijft erin door en hij wil zijn doel halen, zeg maar. Doorzettingsvermogen en alles willen aanpakken. Niks is onmogelijk in zijn ogen. Ja. Dat hij zijn woord neemt. Want ik kreeg het niet verder. Over al dag naar de valk te gaan. Ik ga je de lande neergegooid. En wat ik in hij heel sterk vind, is gewoon weer het geknok om te bereiken wat er nu heeft. Nadat er die incomplete dwarslesie kregen. Ik heb zelf nog altijd een hele sterke wil. Die wil heb ik ook nodig voor te doen wat ik nu doe, want anders kan ik het gewoon echt niet volhouden. Dat is het sterke in hen, maar een sterke karakter, een sterke... En als er ergens vergeet, ja, dan gaat er... Echt 100% dan nog wel meer.
Gert, wat ik absoluut niet wil missen, is sporten. Ik heb het figuur er niet nog, maar ik ben een echte sportfanaat. Ik ga nog altijd voor 110%. Ik geef les. Ik begeleid lotgenoten, luiters met een handicap, met sporten. En ja, daar hoor ik een heel grote voldoening uit. Ik vind het super dat de anderen jullie helpen. Om die ook extra te motiveren om toch hun beste doel te bereiken, zeg maar. Ondanks dat ze een, ja, een dwarsfeestje hebben gehad of het angst, vind je het mooi dat die anderen jullie ook wil helpen. Ja, ik vind het heel, heel mooi dat dat zo gaat uit. Ik heb het zelf gezien toen ik de eerste keer met de handbike battle in Oostenrijk eigenlijk. Of het voortraject al. Dan maak ze kennis met heel veel andere lui die ook een bepaalde beperking hebben. Ik vind het ook mooi dat er nu zeg maar weer aan andere lui ja, wil doorgeven hoe hij ook mee bezig is. En dat, dat vind ik heel mooi dat dat zo gaat uit. De band met mijn zonen. Goed, ja, een goede band. Geweldige papbesser. Ja, eigenlijk gewoon een typische vader-zoon-band, denk ik wel. Ja. Ik denk dat er wel gaat hechter is geworden, de band, ja. Ja. Zij is toch eerder voor hem klaar? Dat er ja, toch het gebeurd is wat ja, vrij heftig is, zeg maar. Voor hem en voor ons ook. En dat heeft wel de band nog sterker gemaakt. Dat was heel sterk, maar dan nog sterker geworden. Ik heb het eigenlijk zelden of nooit gezag. Maar ik houd van alle twee verschrikkelijk veel. Verschrikkelijk veel. 5 jaar geleden begin dan eigenlijk, ik koos hij wel al van vreugde, maar dan zijn we ons op Facebook tegengekomen en gesprekken, aan ons koffie gaan drinken. Op een gegeven moment, dat begon dat, ja, gaat meer een vriendschap te worden. Voor mij wordt het eigenlijk al vrij snel duidelijk, maar voor hen wordt hem wel een andere reden waarom dat hij het eigenlijk een beetje aanviel. Hij heeft heel veel moeite met, want ik voelde me niet minderwaardig, maar ik denk, wat heb ze nu Yvonne te bij? Een man in de rolstoel die niet veel kent en die alleen maar slechter wordt, niet beter. Maar ik zorg eigenlijk niet de handicap van hen, dat ja, op een of andere manier denk ik van, het is voor mij gewoon een man. Ja, en dan, ze zeggen wel eens, leefde is heel sterk. En dat bleek ook maar. Op een gegeven moment heb ik er ook aan toegegeven. En ja, op een moment vind ik dus dat we ja, toch wel een heel goed huwelijk hebben. Dat wil niet zeggen, door wat hij net dat ze niks meer kent. We hebben het heel mooi samen, we doen heel leuke dingen samen. En dan denk ik, ja, ik heb het nog nooit zo mooi gehad. Het is zwanne kanjeren, dat... Zou ik nu ook een leven zonder hij niet meer kunnen voorstellen? Ik zou me op een moment echt niet kunnen voorstellen dat ik zonder haar zou zijn. Dan zou ik gek worden. De band tussen hij en mij is heel sterk. Ik denk dat hij echt wel zelfs onbreekbaar is. De moeder van mij kent het niet goed begrepen. Die meende altijd nog maar dat ik dus weer beter word. En ik kreeg dat ook niet aan het verstaan gebracht dat dat dus niet meer kon. En wat ze heel erg deed, verzorgen, bemoederen. En ja, ik wou dat dus niet. Ik wou dingen wat ik zelf koos ook zelf doen. Altijd heel erg overbezorgd. Het verdriet is er nog immer. En ook de zorg is er nog immer. Maar ze weet ook nu dat sinds ik met die woon ben, dat ik heel goed verzorgd ben. Kunnen we ons wel eens verregelen? Ja, oh jee. Ja. Ja, absoluut. Dan ben ik het niet met de mens, of hij is het niet met mij eens. En dan verregelen voor ons gaat. Wat dat betreft, ook bij haar is in de dingen dus gewoon of zwart of wit, ja, bij mij ook. Als ik dan kort ben, dan loop ik weg. En dan ben ik nog eens vrijgelijk. Hij kent niet de weg lopen, hè. Dus dan moet ik wel gaan. Wie de man die het nu op het moment werd te slagen. Ja, en dan zeg ik, god man, god is verwarrenpraat. Maar zij dan tegen mij al 10 keer gezegd, het wordt een stiet als er een scootmobiel geweest. Ik zeg, ja, maar ik hoef geen scootmobiel. Ja, ik hoef ook verwarrenpraat zetten en ik ben nog niet doof. Ja, met zo'n dingen kruisen dan allemaal.
Ja, en dat is ja, lachwekkend eigenlijk wel eens soms, ja. Maar dat lijkt zich ook weer. Maar ja, zangendags is dat alweer vergeten. De man en ik kent soms water en vuurzin, maar zongersoogters absoluut niet kennen. Wat zou ik hem wensen? Ik denk er dat ik ga zeggen dat ik moest opstaan en lopen. Laat voor zo zeggen dat we kunnen behouden wie het nu is. En dat er voor de rest dan wel gezond mag blijven en heel oud mag worden. Want ik ben bang als ik te veel wens. Dus een houd ik het leven, mijn wens, naar heen toe gedoseerd. Dat ik goed voor iemand kan blijven zorgen. Dat is toch het wat ik. Wat bij mij bovenaan het liefst gesteed. Ja, toch weer een goede gezondheid. Ja, dat er weer koest lopen en alles koest doen wat er wou. Ik denk niet dat er ooit weer echt helemaal zou kunnen lopen. Ik denk dat het, ja, zo wie het nu is, dat een beetje het maximale is. Dus kleine stapjes, maar toch het merendeel in de rolstoel. Ja, wie vervelend het ook is, maar... Dat er weer goed normaal kan lopen. Ja. Dat er een paar stapjes kunt lopen. Dat zou heel geil zijn. Maar ja, dat zal er wel nooit in zitten. Ik geloof het niet.